Goedemiddag, beste kijkers. Ik heet u van harte welkom bij dit webinar over de concentrische rookgasafvoer. Het zal u niet ontgaan zijn dat dit installatiedeel, dit hele belangrijke installatiedeel, volop in de belangstelling staat. Sterker nog, hij ligt onder een vergrootglas. Er is veel te doen rondom koolmonoxide en heeft u als installateur natuurlijk heel veel mee te maken met u en uw mensen. Mede vanwege die actualiteit hebben wij een programma samengesteld samen met Ubbink, fabrikant van rookgasafvoersystemen en groothandel Renza, om u in een uurtje even bij te praten over de trends en over de technische ontwikkelingen in onze branche. Daar hebben we een programma van samengesteld waarbij we een aantal sprekers hebben uitgenodigd en die ga ik even nu aan u laten zien. We hebben hier aan tafel hebben we Luc Lenting. Luc is als categoriemanager verantwoordelijk voor de cv-ketels en de rookgasafvoeren bij Renza. Naast hem zit Nick Lont. Nick is rayonmanager bij Ubbink en bezoekt installateurs vooral met problemen en uitdagingen op het gebied van rookgasafvoeren. En tenslotte hebben we Wouter aan tafel zitten, Wouter Voskuil. En Wouter is echt een praktijkman, is een installateur uit Amsterdam. Zijn bedrijf, de elementeninstallatietechniek, heeft veel te maken met de problematiek rondom rookgasafvoeren. En hij zal daar zo uitgebreid over gaan vertellen. Mijn naam tenslotte is Eddie Buiting. Ik werk bij IJsma Bouw Media, waar ik verantwoordelijk ben voor installatiesanitair en installatie.nl. Voor wie nog nooit een webinar gevolgd heeft, dit is dus eigenlijk een soort online workshop. U ziet naast mij ziet u een PowerPoint meelopen met een presentatie met wat keywords uit het verhaal. Het belangrijkste is eigenlijk nog dat dit een interactief verhaal is. Dat betekent dat u gewoon actief deel kunt nemen aan dit webinar. Dat kan door onder mij, ik tent even te denken aan die kant, kunt u van alles tikken. Uw vragen, uw opmerkingen voor nu of voor straks waar we achteraf op terug moeten komen, u kunt uw ei kwijt. Het belangrijkste is ook dat u dat gewoon actief doet. Daarvoor hebben we een team van moderatoren klaarzitten. Beth Kroeze van Ubbink zit daar. Daar zit Sjoe van Hal namens Renza en Viola namens IJsma Bouw Media. Zij zullen uw vragen in behandeling nemen en waar mogelijk doorzetten naar de studio. We gaan u ook wat dingen vragen. Dat doen we door middel van polls. Dat ga ik zo even doen. En helemaal aan het einde krijgt u nog een aantal handouts. Hele interessante documenten mee naar huis. Waarmee u morgen eigenlijk direct aan de slag kunt. Ik ga om te beginnen ga ik u even vragen om u een klein beetje bekend te maken. En dat doe ik door middel van deze poll. Waarin u in kunt vullen wat uw dagelijkse werkzaamheden zijn. Werkt u bij een installatiebedrijf? Bent u daar werkvoorbereider? Bent u monteur? Zit u bij een corporatie of onderwijsinstellingen? Ik wil u vragen om dat even in te vullen. Ja, ik ga er even vanuit dat u hem nu ingevuld heeft. Dan ga ik hem stoppen en u aan u als kijker laten zien. Dat betekent dat we voor een groot deel toch wel te maken hebben met mensen die in het installatiebedrijf werken. Hartstikke goed. We trappen af met de actualiteit en dat is vooral koolmonoxide. We hebben het al heel kort aangestipt. Eigenlijk een van de grootste problemen waar de installatiebranche mee te maken heeft. Luc, jij hebt daar wat over voorbereid. Wat is de problematiek waar we mee te maken hebben? Ja, zeker Eddie, dankjewel. Jaarlijks vallen er, of jaarlijks zijn er vele incidenten omtrent koolmonoxidevergiftiging. Daarbij vallen doden en een hoop gewonden die in het ziekenhuis belanden. Nou, wat gebeurt er nu eigenlijk? De ketel heeft een onvolledige verbranding. Nou, daarbij heb je een rookgasafvoer die lekt. Daardoor komt er koolmonoxide vrij in de ruimte. Ja, dat is natuurlijk iets wat we niet willen, want ja, iedereen kent koolmonoxide wel, alleen je ruikt het niet, je ziet het niet en je proeft het niet. Dus het is een echte sluipmoordenaar. Ja, want niemand weet als er een lekkage is, behalve als je een detector daarvoor hebt aangesloten.
Op dit moment staat de koolmonoxidevergiftiging, wordt echt bekend. Mede door het onderzoek natuurlijk wat er is gedaan door de Veiligheidsraad. En ja, dit biedt mede kansen ook voor installateurs, omdat de interesse vanuit de markt toeneemt. Ja, we zien hier in het korte wat eigenlijk de uitgangspunten zijn geweest bij het onderzoek. Kun je dit even kort toelichten? Ja, kijk, de belangrijkste wat we hier eigenlijk zien is dat we eigenlijk pas praten over het topje van de ijsberg, want we weten het niet precies. Dat is ook een van de dingen. Het wordt niet bijgehouden, werd niet bijgehouden. Daar zijn nu wel ontwikkelingen in. Maar het aantal werkelijke slachtoffers is waarschijnlijk 3 tot 5 keer hoger. We zien hier 5 tot 10 doden per jaar. Maar het eerste kwartaal alleen al waren het er 15. Nou, naar mijn mening is dat echt niet toelaatbaar. Vooral omdat er producten zijn waarmee het niet meer mogelijk is. Of in ieder geval, mits goed geïnstalleerd, niet mogelijk is. Dus ja, naar mijn mening moet daar gewoon iets aan gebeuren. En kunnen dit zo niet langer door laten gaan. Nou, het belangrijkste misschien nog wel zijn de laatste punten van de installatiebranche zoals die nu fungeert, voldoet die niet? Nee, de huidige, wat er inderdaad staat, de huidige keurmerken en erkenningen voldoen inderdaad niet. Dat is ook teruggekomen vanuit het rapport van de Veiligheidsraad. Dat die keurmerken niet voldoende zijn om inderdaad het voorkomen van koolmonoxidevergiftigingen. Ja, daar is maar mee aan de slag te gaan, want dit zijn de maatregelen die zeg maar na het onderzoek openbaar zijn geworden. Ja. Het belangrijkste is eigenlijk die erkenningsregeling die eraan komt. Klopt inderdaad. Iedere installateur die cv-ketels wil gaan plaatsen vanaf 1 januari 2019, moet een erkend installateur zijn. Want anders mag je inderdaad geen cv-ketel plaatsen of onderhouden en ook niet aan de rookgas af en de lucht toevoeren installeren. Dus ja, dat is wel een belangrijke wijziging. Daardoor zullen ook het komende jaar zal het voor die installatiebedrijven nogal een grote shock zijn, want er zullen een aantal dingen opgestart moeten worden, zoals opleidingen enzovoort. Op dit moment is er nog heel veel in ontwikkeling door het kabinet zelf, want het is op dit moment nog niet bekend hoe die regelgeving en opleidingseisen eruit gaan zien. Ja, dat zal komende maand verwachten we wel wat over bekend worden, met name die handhaving. Dat is in de installatiebranche een heet hangijzer van hoe gaan we dat controleren. Ja, daar zult u volop mee te maken krijgen. Ik wil u nog even wijzen op een FAQ-lijst. Die hebben wij op installatie.nl staan op de homepage. Kunt u na afloop even op kijken. Daar staan in ieder geval de vragen die vragen en antwoorden die bekend zijn op dit moment. Die worden daar kort behandeld. Misschien ook nog even goed om te benoemen. Op dit moment hebben we 7 miljoen gasaansluitingen in Nederland. Daarvan worden per jaarlijks 400.000 ketels vervangen of geplaatst. Nou, dat betekent tot zeg maar 2015, als er waarschijnlijk geen ketels meer geïnstalleerd worden, zijn er nog miljoenen ketels die vervangen moeten worden of onderhouden moeten worden. Dat betekent dus dat het potentieel nog een groot gevaar is. Ja, dat betekent eigenlijk dat er tot het moment dat wij all electric zijn, of hoe dat ook mogen heten, dat er gewoon nog miljoenen ketels opgehangen worden en dus ook miljoenen rookgasafvoeren geïnstalleerd gaan worden. Zeker. Die kansen, Nick. Je werkt bij Ubbink. Jullie maken en produceren die rookgasafvoeren. Wat merken jullie van deze trend? Nou ja, het is eigenlijk heel normaal om in Nederland parallel aan te sluiten, zeg maar met 2 keer 80. Maar door dit rapport van de Veiligheidsraad, van het onderzoek, is er ook gave, zeg maar, de gezamenlijke vereniging van de rookgasfabrikanten heeft gezegd, joh, we kunnen beter concentrisch gaan aansluiten. Dat is bij ons dus zeg maar de voorkeursoplossing gekomen. Er zijn ook heel veel ontwikkelingen nu in, dus concentrisch wordt gewoon zeg maar de voorkeursoplossing op dit moment. Het is nu een voorkeur, er zit een bepaalde vrijblijvendheid in. Bestaat er ook een kans dat het verplicht gaat worden? Als je het mij eerlijk vraagt, ja, dat denk ik wel. Vooral als je in de landen om ons heen kijkt, waar het al langer verplicht is, zeg maar. Dus bestaat er een kans dat het in Nederland concentrisch ook verplicht gaat worden? Ja, heel goed. We gaan u even vragen. Proeft u na al deze publiciteit bij u en uw klanten en uw omgeving, of dat nu een corporatie of een particulier is, proeft u nu meer interesse voor dit installatiedeel? Want het is toch voor heel veel mensen een deel waar niet heel veel interesse ligt. Kunt u er wat mee met deze publiciteit? Ik heb hem even ingestart. U kunt kiezen tussen nee, een klein beetje, ja, heel veel. Nou, we zien het merendeel. Ik ga hem even stoppen, u de resultaten laten zien. Nou ja, het merendeel heeft er wel of een klein beetje
last van, wou ik zeggen, maar dat is natuurlijk profijt, moeten we daarvan maken. We gaan even naar de praktijk. We hebben een installateur aan tafel, Wouter, welkom. Ja. Ja, je werkt met jouw bedrijf in Amsterdam, dus ja, als ergens het beroerd gesteld is met de rookgasafvoer, is mij altijd geleerd, dan is het in Amsterdam, want in Amsterdam is altijd alles groter. Kun jij eens vertellen in hoeverre dit probleem van invloed geweest is op jouw bedrijf en hoe jij daarmee omspringt? Ja, ik denk zelf dat het niet alleen in Amsterdam is, maar in alle grote steden. Ik zou niet weten waarom het in Amsterdam erger is. Ik denk wel dat je in groot stedelijk gebied, en dus ook in Amsterdam, een heleboel problematische zaken tegenkomt. Je hebt hoogbouw, je hebt stapelbouw, oude ketels, nieuwe ketels, woningbouwverenigingen, noem het maar op. 2 jaar geleden ben ik de elementen begonnen. Dat ik toch een beetje het gepruts wat wij op een aannemerij, wat wij tegenkwamen, een beetje zat was. Ik wilde gewoon veiligheid, ik wilde rustig kunnen slapen. Ik heb zelf een keer boven een pizzeria gewoond waar ik op 1 hoog mijn koolstofmonoxidemelder afging van de pizzeria beneden. Dus dacht ik, nou, dat moet gewoon beter, kan gewoon beter. En nou, zodoende proberen wij dagelijks met het team wat we hebben, met z'n vijven, proberen we daar veilige cv-ketels neer te zetten. Goede rookgasafvoer, geen concessies op de veiligheid. En dat is soms heel lastig. Ja. Ja, je hebt een aantal foto's meegenomen die we hier voor ons zien. Dat zijn situaties die je recentelijk aangetroffen hebt. Kun je zo om beginnen met die linker? Kun je ze even kort toelichten? Ja, de linker ben ik 2 weken geleden tegengekomen. Op de ouderzijds Achterburgwal in Amsterdam. Een pand wat te koop stond, echt voor 500.000 euro stond hij te koop. Super mooi zag het eruit van binnen. Ook mooie meubels. Het was echt het was een plaatje. Totdat ik in de NOC kwam en deze cv-ketel zag hangen. Je denkt, ja, hoe kan zoiets onveilig zijn? Het is gewoon een open ketel. Het is een flexibele slang, horizontaal versleept. Er zit nog een waterslot in. Het lijkt ook wat die daktoevoer half schuin zit. En de oplossing is niet eens zo heel moeilijk om dit netjes aan te passen. Dit is, het gaat geen duizenden euro's kosten. En ik denk op 5 ton huis te kopen, dat je dit prima veilig kan doen. En er zit ook nog een kinderkamer onder. En ja, zelf vader van 3, dan word ik echt, dan word ik eigenlijk een beetje kwaad of teleurgesteld dat dit, dat we dit tegenkomen. Nou, de middelste foto was een pandje in Amsterdam-Noord. Echt op mijn verbazing kwam ik daar binnen. En ik zie gewoon die blauwe ringen uithangen. Want je denkt, nou, dit kan niet. Of er zit er vast nog eentje in. Maar het bleek niet zo te zijn. Hij lag ook onder een negatief afschot. Dus er stond ook nog een enorme bel water ergens in die pijp. Ja, het verbaast me dan dat je dat je tegenkomt. Zo moeilijk is het niet om die ring gewoon op de juiste plek en misschien een nieuwe ring te stoppen. En de derde was in Amsterdam Oud-West, waar ik deze aantrof. Een klant had mij gebeld en die zegt, kan je maar een cv kijken? Die viel vaak uit. Nou, als je de ketel ziet, dan weet je wel welke het is. De installateur weet meteen welke het is. Maar tot mijn schrik zat er gewoon duct tape om de rookgas. Ook deze kast, deze cv-ketel zat in een kast, in een kinderkamer. Nou, dit is echt, eigenlijk zou je hier meteen de stekker uit moeten trekken als je hem tegenkomt. Dat heb je niet gedaan? Nou, hier hebben we wel een aantal dingen, omdat er 2 kinderen sliepen, tegen de kant zegt, je moet het raam open laten. En we moeten het zo snel mogelijk vervangen. Dus ik denk dat wij een paar dagen later, een week later zijn we daar geweest. En deze hebben we toen met de concentrische afvoer hebben opgelost. Een nieuwe ketel. Klant helemaal blij. Wij blij. Ja, volgens mij was het een goede oplossing. Maar dat je dit tegenkomt. Ja, dat is echt gepruts. Kan niks anders zeggen. En dit kom je ook geheid in Rotterdam tegen of Utrecht of Den Haag. Ja. Helemaal goed. Nick, ja, jij bezoekt heel veel installateurs zoals Wouter. Wat zijn de zaken die jij tegenkomt op rookgasafvoergebied die belangrijk zijn? Nou ja, wat je vaak tegenkomt is dat alleen de ketel wordt vervangen. Dus dan laten ze rookgasafvoer zitten. En die zitten dan minimaal al 15 jaar en soms wel al 30 jaar. Want die is al de vorige keer ook laten hangen. Maar het is gewoon heel simpel. Als je een nieuwe ketel ophangt, dan vervang je ook gewoon de rookgasafvalmateriaal en de daktoevoer. Wat je verder nog tegenkomt is het mixen van materialen. Je kan kiezen bij een cv-ketel tussen eigenlijk 3 materialen. Dat is RVS, aluminium en kunststof. Waarbij aluminium eigenlijk niet heel best meer niet helemaal geschikt meer inderdaad voor die moderne HE-ketels die zoveel condens afvoeren. Maar wat nog veel erger is dat die materialen gaan gemixt worden. Als je aluminium en RVS met elkaar mixt en er komt een beetje water bij, dat rot gewoon heel snel weg.
afschot. Heel veel instructeurs weten niet dat je echt een afschot van 3 graden hebt. Een haakse bocht boven een ketel die is 87 graden, dat is 3 graden. Verschil ten opzichte van 90. En dat houdt gewoon in dat je een afschot naar je ketel hebt van 5 centimeter per meter. En dat is eigenlijk is het nog meer, dus bijna 5,5. Dat wordt heel vaak vergeten met alle gevolgen van die lekkages. En dat begint met condenslekkages, dan ben je gelukkig. Maar ja, als het verder gaat of je krijgt capillaire werking tussen de MOF en de spierverbindingen, dan rot gewoon je materiaal versneld weg. Beugelen, dingetje wat gewoon heel erg lastig is. Rogava, zeg maar de gezamenlijke rookgasfabrikanten, rookgasafvalfabrikanten, zijn in 2012 met de VSK gekomen met een gezamenlijk voorschrift hoe je rookgassen moet monteren. Dat is een voorschrift. Dus geen wetgeving. Maar ja, ik kom gewoon heel vaak tegen dat er helemaal niet gebeugeld is. Nou, één keer je ketel explosief in laten komen en de boel ligt eraf. Even voor de duidelijkheid, het nieuwe beugelen, dat is een voorschrift van alle fabrikanten, het is geen wetgeving. Maar er is al gebleken dat zodra jij je niet houdt aan de installatievoorschriften van de Rogava, aan het nieuwe beugelen, en er is wat aan de hand, dan mag je gewoon komen uitleggen voor de rechter. En daar zijn al verschillende voorbeelden van op dit moment. Dus heel simpel, fabrikantsvoorschrift. Dat is gewoon de wetgeving eigenlijk. Hou je eraan alsjeblieft en doe het gewoon goed. Heel ja. Simpel. Ik heb hier al een kijkersvraag te pakken, Wouter. Wat doe jij hoe ga je om met klanten die het gewoon niet aan willen passen? Dus de klant zegt van hartstikke leuk installateur, maar jij wil vooral geld verdienen en bekijk maar. Nou, uiteindelijk doe ik het niet. Neem ik niet die klus aan. Het is wel heel lastig en ik begrijp ook dat heel veel installateurs denken, ja, ik moet toch mijn bedrijf runnende houden, de salarissen betalen. Maar uiteindelijk zit ik altijd een beetje te wikken en te wegen, doe ik het wel of niet. Ik probeer ze gewoon te overtuigen van de veiligheid. En zeker als je het over dooien hebt of over je merkt niks van, het kan in je slaap. Als ze kinderen hebben, kan je erover praten. Je moet een beetje de gevoelige snaar raken. En ook zeggen, ja, het is in V-ketels niet alleen de ketel zelf. Het is het hele systeem. Het is en de rookgasafvoer en alle buizen en de naartoe de radiatoren. Als ik ze dan kan niet overtuigen. Gelukkig hebben wij die, zeker nu in de huidige markt in Amsterdam, hebben wij de keuze om te zeggen, nou, dan doen we het niet. Het lullig is wel dat je een week later natuurlijk een andere installateur, ook soms van ver van buiten Amsterdam ziet, die het wel doet. Dat is soms heel, dat is apart, omdat wij offereren met rookgasafvoer en de andere doet alleen een keteltje. Ja, er zit natuurlijk een enorm prijsverschil, en zeker als je in benedenhuis zit in Amsterdam en je moet naar nieuwe rookgas naar het dak toe trekken. Ja, dat is toch vaak een dag werk, misschien met twee man en materiaal. Ja, dan zijn we toch een stukje duurder. Maar anders doen we het niet. Ja, goede vraag. Heeft u vragen voor de heren? Tik ze even in het schermpje, dan gaan we ze hier beantwoorden. Of onze moderatoren doen dat. Hartstikke goed. Nick, de installateur is eigenlijk ook verplicht om de rookgasafvoer te inspecteren. Op het moment dat hij onderhoud pleegt of een nieuwe ketel plaatst. Wat zijn zaken waar je daarbij rekening mee moet houden? Nou ja, inspecteren is natuurlijk een hele lastige. In ieder geval visueel. Zodra jij lekspoortjes ziet of je ziet wit materiaal, zeg maar, met kalk. Dan moet eigenlijk alle alarmbellen gaan rinkelen en dan moet je gewoon gaan controleren. En als je twijfelt, haal het gewoon aan elkaar. Het lastige daarbij is wel, heel simpel, als je het aan elkaar haalt, zorg dat je een paar extra ringen mee hebt om die te kunnen vervangen. Want blijven pakkingen die tussen die buizen zitten. En plaatsen goed, zagen we net. Ja. Ja. We hebben hier een aantal afbeeldingen van, om niet alleen maar rampfoto's te laten zien, maar ook te laten zien hoe het wel moet. Dat zijn een aantal afbeeldingen van jou, Nick. Behoeft dit toelichting? Ja, je ziet hier eigenlijk de bovenste foto links is een schachtaansluiting en de rechter ook trouwens. En nu hebben we het niet specifiek over de gestapelde bouw, maar daar kom je wel heel veel tegen natuurlijk in de praktijk. Dit is gewoon netjes gebeugeld. Het laatste element hoor je voor de schachtaansluiting te beugelen. En als dat een bocht is, mag het voorlaatste element zijn zoals je hier ziet. Dat staat helemaal heel duidelijk uitgelegd in het nieuwe beugelen. Linksonder is gewoon een opstelling met een concentrische aansluiting. Waarbij je ook heel goed ziet dat er altijd en altijd een stormbeugel aan je dak ervoor moet zitten. Gewoon netjes gebeugeld, volgens de voorschriften van de Rogava, zeg maar, volgens de nieuwe beugelen. Ja, helemaal goed.
Je hebt nog een aantal afbeeldingen die weer uit jouw koker komen, Wouter. Wat zien we hier? Kun je het verhaal achter deze foto's even vertellen? Die linkerfoto, dat was op de Weesperzijde in Amsterdam. Daar waren we wat onderhoud aan het plegen, ook we waren aan het verbouwen. En toen kwamen we deze slang tegen, dus de flexibele rookgasafvoer. En die zin, ja, het is natuurlijk goed dat ze ooit een nieuwe slang hebben getrokken. Dus dat is het positieve wat je erin ziet. Maar ja, je mag een flexibele slang niet horizontaal verslepen. En dat hebben ze hier wel gedaan. Er zat ook nog in een knik, dus er stond ook nog water in. En het gekke was dat die installateur die dit ooit gedaan heeft een gat in het plafond in het toilet gezaagd waar alle buizen omhoog gingen naar het dak. En dat als hij nu een stukje gewoon harnenbuis had gebruikt, dat het helemaal opgelast was, precies conform de regels. Misschien het beugelen onder zo'n toilet iets lastiger, maar de rookgas kon nou goed weg, condens kon weg. Het was niet eens, ik denk een uurtje extra werken, misschien €25 materiaal en het was opgelost. Die rechter, ook in Amsterdam Oud-West, een ketel waar we geroepen werden die een storing was. We haalden hem eerst uit elkaar, hij deed niks meer. Bleek de hele printplaat van deze ketel helemaal gecorrodeerd te zijn. En deze klant wilde geen nieuw ketel, want het was een redelijk oude jongen. Dus hij ging het pand verkopen. En we hadden een nieuwe displaytje ingeplakt, of printplaat. Ketel opgestart en die deed het, die ging weer lopen. Maar we meten altijd alles af met een rookgasanalyseapparaat. Ik meet hem af en ik zie niet echt iets verschijnen, maar toch, het voelde niet goed. Ook denk, hoe komt er nou condens op een printplaat? En ik nog verder zoek en een tijdje onder die ketel kijken. Denk, oh ja, dit is een ketel waar eigenlijk gewoon daaronder hoort een chiffon te hangen. Er zit geen interne chiffon in. Het bleek nou achteraf, je ziet het op het plaatje links waar het PVC begint. Daar hoort een chiffon te zitten. Die had de vorige installateur had hij weggehaald. Waarschijnlijk was hij gebarsten of ook... was hij vol stuk. Die heeft hem gewoon rechtstreeks aangesloten. En daardoor, dus ja, als die ketel brandt, komt er rookgas vrij om je ketel met alle vochtige dampen. Die had die hele ketel aan de onderkant aangepast. Nou, bij één keer weer terug, toevallig naar Rensselaer. Onderdeeltje gehaald, het ligt gewoon op schap. Het was wel qua uurloon natuurlijk even heen en weer rijden. Maar ik denk voor €150 zat er een nieuw chiffonnetje op. En was het weer veilig? Ja, wat we eigenlijk hier zien is, ja, het is helemaal niet zo moeilijk. En kijk vooral naar het hele systeem. Ja, kijk naar het hele systeem en leg die klant ook uit waarom je zegt van, goh, ik doe die stekker er niet meer in. Of jij moet eerst even tekenen. En het zijn natuurlijk, als het gebeurt, hele lastige situaties. Maar het is niet zo heel moeilijk. En over het algemeen, als je netjes communiceert, het uitlegt, iedereen wil een veilige ketel. Niemand wil een dooie of, dit was ook nog een verhuurhuis, die wil het ook gewoon netjes en goed hebben. Ja, helemaal helder. We gaan een bruggetje maken naar de concentrische rookgasafvoer. En om hem vooral even neer te zetten, wil ik Nick vragen om even het verschil tussen het parallel en concentrisch kort uit te leggen. Nou ja, parallel, zoals zegt, is eigenlijk meestal iets naast elkaar. Dus dat zijn twee buizen, meestal 80 in Nederland naast elkaar. 80 voor rookgasafvoer en een 80 buis voor de luchttoevoer. Concentrisch is een ander principe. Daar heb je een buis-in-buis systeem eigenlijk. Bij concentrisch is de middelste buis is eigenlijk de rookgasafvoer. En die is eigenlijk omsloten en daar zit eigenlijk de crux door een luchttoevoer. En dat geeft gewoon een extra stuk veiligheid. Zodra je hier rookgaslekkage krijgt, zal het in de luchttoevoer komen en die zuigt de ketel aan. En de ketel gaat in principe in storing of gaat heel slecht draaien en steeds slechter draaien. Er zullen dus niet zomaar CO vrijkomen in de ruimte. Het geeft gewoon een stukje extra veiligheid. En even voor de duidelijkheid, parallel, als je het goed monteert, is het ook heel veilig. Maar bij concentrisch heb je gewoon nog een extra stukje veiligheid ingebouwd, omdat er gewoon een keer een buis omheen zit om de rookgas af te voeren. Ja, heel goed. We hebben, om dat te illustreren, hebben wij voor u een filmpje klaargezet. En dat gaan we u nu even tonen. Het is een kort filmpje, maar die legt dit principe even feilloos uit. We'll be right back.
Ja, daar zijn we weer. Ik ga u even vragen. Er zijn best wel wat argwaan in de markt ten opzichte van Concentris. Er zitten een aantal vooroordelen aan gekoppeld. En ik wil u even vragen naar van, ja, wat zijn nu de vooroordelen waar u vooral mee te maken heeft met betrekking tot Concentris? Dus waarom bent u misschien nog een klein beetje huiverig voor deze ontwikkeling? Of waarom heeft u het simpelweg nog niet of nooit gedaan? Of waarom nog niet zoveel? Dat kunt u nu even invullen. Ik ga heel even kijken of u dat gedaan heeft. Ik ga hem even stopzetten en hem u laten zien. En we zien ja, met name die montage, dat is toch wel een dingetje, zie ik. Nou, er zitten een aantal kijkers die denken dat het duur is. En we hebben ook nog een aantal gewoontedieren. Dat is een hele mooie mix. Wouter, wat zijn voor jou de voornaamste argumenten om al dan niet concentrisch te gaan werken? Nou, eigenlijk veiligheid. Dat je gewoon net een veilig systeem aflevert. En daarbij komt ook dat concentrisch is helemaal niet moeilijker aan te leggen of te beugelen. Zeker dat nieuwe beugelen en de beugels die bij het nieuwe beugelen, ook bij concentrisch. Het is super makkelijk te doen. Je kan ook eerst de buis ophangen en daarna pas de beugel eromheen doen. En met je stokkeindje en je moeren en je boutjes zet je het vast. Dus ja, dat was eigenlijk gewoon dus veiligheid. Het is makkelijk te verwerken. Het ziet er ook verder prima uit. Ja, ik zie eigenlijk, ja, het klinkt eigenlijk heel gek, maar er is niet een reden waarom je, als het mogelijk is, om niet concentrisch over te gaan. Maar nogmaals, het is niet altijd mogelijk in Amsterdam, maar als het is, zou ik het zeer zeker doen. Ja, Wouter, in het buitenland, Nick, in het buitenland is het verplicht zelfs in een aantal landen. Hoe doen wij het ten opzichte van het buitenland? Ja, wij zijn samen met Italië eigenlijk de uitzondering in Europa. Italië mag je ook parallel aansluiten, maar in de landen om ons heen zie je eigenlijk dat alles concentrisch aan wordt gesloten vanwege dat veiligheidsvangnet. Ik vind het ook heel apart inderdaad dat Nederland, daar mogen we gewoon nog inderdaad parallel aansluiten. Terwijl concentrisch gewoon een veel betere en vooral veiligere optie is. En het ziet er ook nog een keer een stuk fraaier uit, vind ik zelf. Gaat daar het komende jaar wat in veranderen? Wat zijn jouw verwachtingen daarin? Ja, ik blijf erbij dat als ik er zo naar kijk, het kan haast niet anders zijn dat het Nederland de voorkeursoplossing wordt, zeg maar. En dat het misschien ook via wetgeving wat meer wordt gestuurd. Ik durf dat niet echt te zeggen. En niet in alle gevallen is dat ook gewoon mogelijk. Ja. Je kan niet in alle gevallen kan je concentrisch aansluiten. Dat zal altijd zo blijven. Maar ja, het is gewoon een veel veiligere optie. Dus We gaan met u even de vooroordelen gaan we even doorlopen. Ja, het eerste wat u zag in de enquête, de ruimte, die is er niet altijd, werd net al geschetst. Maar wat zijn de voordelen qua ruimte? Nou ja, je hebt maar één buis van 100 in plaats van 2 van 80. Dus ik denk dat het ruimteverhaal niet helemaal opgaat. Voor mij neemt 2 keer 80 ten alle tijde meer ruimte in beslag als 1 keer 100. Je hoeft minder te beugelen. Je hebt geen aparte luchttoevoer en aparte rookgasafvoer die je moet beugelen. Broekstuk vervalt, wat je normaal aan je concentrische daktoevoer hebt. Dat is ook heel apart. Je gaat concentrisch door je dak heen, daarna zet je er een broekstuk op, dan kan je naar parallel toe. En daarna gaan we naar de ketel toe, die eigenlijk ook al concentrisch is. Maar dat vervalt dus het broekstuk, dat scheelt ook alweer ruimte. De adapter op de ketel die zal een stukje kleiner zijn, in ieder geval anders. Het is gewoon veiliger, punt. Dat had ik al gezegd. Ja. Toch is die bevestiging is ook een tijd lang een heikel punt geweest bij die concentrische aansluiting. Hè? Hoe zit die binnenbuis goed vast? Het is dan met name de montage. Ja. Wat zijn daar voor ontwikkelingen in gaande? Ja, de montage was voorheen een stuk lastig inderdaad. Het is moeilijk op maat te maken. Maar ja, die ontwikkeling heeft ook niet stilgestaan. Ubbink heeft op dit moment een nieuw push-fit systeem, Ubifit. Geschikt gewoon voor de normale ketelvervanging. Er zijn muurdoorvoeren, er zijn daktoevoeren. Dit systeem is heel makkelijk op maat te maken. Het is 2 keer kunststof. Je kan heel makkelijk de binnenbuis eruit halen. Die kan je hem op maat maken en weer terugzetten. Er zit een soort strakke verbinding in, waarbij de buis goed gecentreerd blijft. Bij de langere lengte zitten er ook gewoon afstandhouders in, waardoor ook aan het uiteinde de buis goed in het midden zit. Zodra je het uit de doos haalt, het is eigenlijk al ingesmeerd met glijmiddel. Het is bijna niet nodig om extra glijmiddel of water toe te voegen om het in elkaar te zetten.
Ja, en we houden al rekening met krimp en uitzet in het materiaal zelf. Dus ja, daar hoef je ook geen rekening mee te houden. Je zet het in elkaar en je bent eigenlijk zo klaar. Dat, Klinkt allemaal zo simpel. Ja. Om dat te illustreren hebben we nog even een kort filmpje over de montage voor u klaarstaan. Die gaat u nu even bekijken. Nou, dat was een heel fijn stukje muziek en ook nog een prachtige montage-instructie daarbij. We komen eigenlijk bij het volgende vooroordeel wat we straks in de enquête zagen en die werd grif beantwoord. En dat was voornamelijk echt een installateursdingetje, is dat die gewoon simpelweg te duur is, Nick. Oké. Ja. Nou, die kunnen we meteen in de brilbak gooien. Het is absoluut niet duurder op dit moment om met een push-fit systeem aan de gang te gaan. Ik denk dat arbeid tegenwoordig duurder is dan het materiaal dat we toepassen. In dit geval heb je gewoon minder handelingen. Je hoeft niet twee keer te beugelen. Het zijn complete systemen waarbij je gewoon de boel gewoon zo in elkaar kan zetten. Dus ik denk dat ja, dat is niet echt duurder. En het is ook nog wel een fraaier om te zien. Ik denk dat het gewoon, als je er goed naar kijkt, dat het zeker niet duurder is en misschien wel zelfs wel goedkoper. Als we naar het totale systeem gaan kijken. Kun je dat onderschrijven, Wout? Nou, ik denk wel dat vooroordeel dat het wel ergens vandaan komt. Ik denk dat het vroeger wel concentrisch duurder was. Wat ik zelf merkte is dat je bijvoorbeeld, dan had je een speciale adapter nodig die niet bij je ketel zat. Ja, dan moet je die toch weer gaan halen. Ben je vergeten in je calculatie mee te nemen. Ook als maar een tientje, 20 euro of wat dan ook. Dat zat er niet bij. Dus ik denk dat dat soort zaken wel dat het duurder maakte. Ook dat het misschien niet voorradig was. Maar tegenwoordig, concentrisch is echt net zo duur. En de ketels kan je ook bij een groothandel halen met een concentrische aansluiting. Of het nou, Nick had het net over 160 concentrisch. Maar je hebt ook 125-80. Nou, je kan bijna alles gewoon hebben. En als je het op tijd bestelt, dan is het er zeer zeker. Ja. Maar het is nu niet meer waar. Maar vroeger, ik denk wel dat het echt zo geweest is. Ja. Nu niet meer. Moet er bij concentrisch anders gebeugeld worden, Nick? Als je goed naar het nieuwe beugelen kijkt, is het niet anders als wat er als voor enkelwandig. Ja, het is wel een iets zwaarder systeem natuurlijk, dus je hebt wat zwaardere beugels nodig. Je beugelt onder mof, maar dat is ook hetzelfde. Dat geldt eigenlijk hetzelfde voor het parallel systeem. Dus er zit niet echt heel veel verschil in. Alleen ja, je hoeft dus minder te beugelen. En we hebben gelukkig nu tegenwoordig beugels die je achteraf kan monteren. Dus ook kom je een systeem tegen waar je zegt van nou, dat is het niet helemaal. Er zijn beugels in de markt te verkrijgen die je gewoon achteraf kan toepassen. Dus ook al als het nu fout zit, kan je in de toekomst gewoon al een boel vervangen. Maar ja, beugelen is niet echt heel erg lastig bij concentrisch. Nee, maar die beugelregels bestaan nu 5 jaar. Ja. Wat is het gemiddelde niveau? Vaak weet de controleur van de woningbouwvereniging of de inspecteur weet het beter als de installateur. Het begint nu, het besef begint nu wel heel erg te komen. Wij verkopen ook heel veel beugels via de technisch groothandel, dus het besef is er. Het wordt ook gewoon steeds beter, maar het heeft best een aanlooptijd nodig gehad om goed te gaan beugelen, zeg maar, in de Nederlandse markt. Maar ja, het zorgt voor een stukje extra veiligheid aan beugelen. En het is gewoon een voorschrift van alle rookgasfabrikanten. Dus hou je er alsjeblieft aan. Ja. Okay. Ja. Mocht u nog vragen hebben over techniek, stel die vragen ook absoluut even hieronder in dit raampje. Daar kunt u van alles tikken voor onze moderatoren. Wellicht gaan we die vragen hier beantwoorden. Het volgende vooroordeel is die gewoontedieren. Hè? En die installateurs die doen alles maar omdat we het altijd zo gedaan hebben, Wouter. Jij bent niet zo'n installateur, maar kun je eens vertellen van wat is jouw visie hierover? Nou, ik denk zeker dat het een traditionele branche is, waar veel op gewoonte ging. Alhoewel het wel enorm aan het veranderen is. Ik denk dat je gewoon geen concessies moet doen aan veiligheid, eerlijkheid en een mooie installatie aanleggen. En dat je daardoor gewoon begin met concentrisch. Je kan ook, ik heb het ook meegemaakt, dan zaten we ergens een concentrische buis aan te leggen. En er miste een onderdeel en het was niet op voorraad. Ja, dat is dan natuurlijk wel dat je de volgende keer denkt, ik ga niet concentrisch aanleggen, maar gewoon parallel. Maar dat is ook niet meer zo. Weet je, al die oude gewoontes, ja, we veranderen langzamerhand. Gelukkig werkt de fabrikant mee en de groothandel. En ook een heleboel installateurs die het echt wel goed doen.
Ja, ik denk dat we deden veel op de oude leest, maar dat het, ja, dat we dat gewoon moeten veranderen. En het is ook niet heel moeilijk. Je moet het alleen doen. Het is denk ik een mindshift. Ja, ik heb een vraag door van Roy Delissen. En die vraagt van hoe zit dat nu met meerdere concentrische rookgasafvoer en toevoerbuizen in een schacht die op een gezamenlijke schoorsteen aansluiten. Dat gaat dus over het CLV-systeem. Daar hebben we het nu in dit webinar niet specifiek over. Maar Nick, wat zijn vuistregels bij CLV-systemen? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, vuistregels bij CLV-systemen. Als je het over bestaande systemen hebt waarbij je de ketel gaat vervangen, zou ik eerst een inspectie doen. Want vaak zitten er oudere systemen die eigenlijk gemaakt zijn voor VR-ketels of voor de oudere type HR-ketels, er zit een trekonderbreker onderin. Dat is een onderwerp waar je gewoon ook een heel webinar mee kan vullen, laten we heel eerlijk zijn. Maar let wel, daar moet je zeker heel goed letten op je rookgasafvoersysteem. Heel simpel, als je daar een ketel vervangt, ben je ook nog een keer verantwoordelijk voor de buren. Want als het bij jou fout gaat, dan komt het in de schacht terecht en dan kan het waarschijnlijk ergens anders weer een woning binnenkomen. Dus denk er goed om. Gestapelde bouw is het nog lastiger om goed om te gaan met je rookgasafvoersystemen. Ja, dat kom jij in praktijk denk ik ook heel veel tegen, Wouter, of niet? Ja, ik vind zelf, bij mijn klanten kom ik niet heel veel CLV-systemen tegen. Het is toch vaak meer gewoon parallel naar boven. Of ja, toch gewoon vorm van concentrisch of gewoon nog een VR-ketel. Je komt er wel veel tegen bij oude woningbouwvereniging-panden, die zich verkocht zijn. Ja, daar moet je toch dan zeg op gaan aanpassen, aanbreiden. En dat is, kijk, als je twijfelt over iets, bel gewoon een leverancier of een groothandel. Ja, we kunnen als installateur natuurlijk niet alles weten. En vraag gewoon hoe het moet. Zeker voor het nu met CLV-systemen en een uitbouw. Ja, als je een uitbouw doet in Amsterdam, vaak zit aan de achterkant een CLV-systeem. Ja, dat zit dan straks midden in de huiskamer. Ja, hoe ga je dat aanpassen? Ja, dan denk ik. Want dat is het eigendomsvraagstuk, zeg maar even. Ja, en je wil die buis, je wil niet meer die ketel, hing eerst in het midden van het huis. En in de uitbouw zit die gewoon midden in de huiskamer. Ja, dan wil je hem toch verlegd hebben. Ja, dan. Ik weet het antwoord ook niet. Ja, dan moet je gewoon een Ubink of een Burgerhout bellen of Rens heeft ook een technische afdeling. Het is met mij nog nooit voorgekomen dat ze je niet helpen. Ja. Nog een vraag over de verdunningsfactor. Wat zijn de vuistregels bij de verdunningsfactor wanneer een rookgasafvoer in de buurt van een deur of een raam zit? Ja, dat vind ik heel lastig. Dat hangt van het vermogen van de ketel af. Wat de afstand is, maar laten we eerlijk zijn, als je er last van hebt, is het niet goed. Als de rookgassen zo naar binnen en door een raam naar binnen kunnen gaan, dan is het natuurlijk niet goed. Maar verdunningsfactor vind ik zelf persoonlijk een hele lastige berekening. Als je gaat zoeken op bijvoorbeeld Google, typ het eens in het verdunningsfactor, dan kom je heel veel berekeningen tegen. De vuistregels, het is eigenlijk per geval is het verschillend. Maar heel simpel, als je een rookgasafvoer hebt en er zit vlakbij een raam wat open kan of een deur die open kan, helemaal als het vlakbij een slaapkamer is, denk er alsjeblieft om en ga ermee aan de gang inderdaad. Doe eens een keer een berekening inderdaad. Ja. Maar dat zijn echt, ik vind een verdunningsfactor is gewoon een berekening die vrij lastig is te doen. Goed, ik zie hier nog een andere vraag is van, is die CO-sensor in de ketel zoals nu wordt voorgesteld, is dat nu een aanvulling op het veiligheidsmechanisme van concentrisch? Ja, dat zou helemaal super zijn als dat echt zo is inderdaad, als iedereen zit er zo meteen. Ja. Heel simpel, als je rookgaslekkage hebt bij concentrisch, dan zit het dus in de luchttoevoer. Dan komt het dus eigenlijk in de kast terecht van de ketel in de omkasting, want het is eigenlijk ook een concentrisch systeem. En dan zal je heel snel merken inderdaad dat de boel niet goed is. En dan zal je heel snel de ketel uitgaan. Ja, dat is een toevoeging voor mij. Ja. Ja, we krijgen ook wat vragen, zie ik nu, over de beschikbaarheid van materialen. Daar komen we zo op terug. Die vraag gaat Luc zo aan u beantwoorden. We gaan heel even verder met ons verhaal. Hoe groot gaat die markt worden, Luc? Wat denk je? Nou, op dit moment is natuurlijk. Kijk, de landelijke installatiebedrijven die zijn nu overgestapt op concentrisch rookgasafvoermateriaal. Dus die stijging die is enorm. Daardoor zijn eigenlijk de groothandels en de fabrikanten van CV-ketensystemen ook genoodzaakt om daar actie op te ondernemen. Wat ik zie als bij de CV-ketenfabrikant is dat de grote partijen eigenlijk al standaard concentrische ketels op voorraad hebben.
een aantal partijen misschien nog niet allemaal. Ik weet ook dat er dit jaar wat verdere ontwikkelingen zullen zijn, zodat alle grote merken waarschijnlijk eind van het jaar, begin volgend jaar, standaard concentrische ketels op voorraad hebben staan. Onder andere bij ons natuurlijk op het DC-niveau. Balie-niveau is iets moeilijker voor cv-ketens, want je kan je voorstellen als op iedere balie een dubbele voorraad gaan zetten van cv-ketens, zowel parallel als concentrisch. Ja, dat is niet haalbaar. Dus het is voor ons ook wel een taak om dat goed uit te zoeken en in te richten. Nou, daar zijn we druk mee bezig. Ja, en als DC-niveau, daar bedoel je mee, is nu besteld binnen? Ja, binnen 24 uur. Okay. Eigenlijk de ketel thuis. Ja. Nick, wat zijn jullie verwachtingen van de markt? Ik denk dat binnen nu en twee jaar de helft concentrisch wordt aangesloten. Dus ik denk dat jullie ook kunnen beginnen met ruimte te maken bij de baan. Zet er maar een paar ketels bij. Dus de grote aantallen, zoals je al zegt, die komen nu bij de grote servicebedrijven vandaan. En als ik verder nog naar de toekomst ga kijken, zullen de rest ook wel aardig volgen, denk ik. En nogmaals, je kan het niet overal toepassen. We zullen altijd uitzonderingen op de regel blijven. Maar ik verwacht zelfs dat het waarschijnlijk nog een keer in de nabije toekomst een wettelijke verplichting is om een concentrisch te gaan aansluiten. Ja, ik heb hier nog een andere vraag en die gaat vooral over de geveldoorvoer. Eén, is die nog van deze tijd? B, zijn daar ook concentrische oplossingen voor? Een geveldoorvoer is al concentrisch, want het is een buis in buis. Alleen wij zetten er weer een broekstuk op, maar die hebben wij ook in een concentrische uitvoering. Een geveldoorvoer vind ik een heel lastig, omdat het is een uitmonding. Het is niet in de vrije ruimte. Zodra er wind op staat, dan heb je al wat meer problemen om geen recirculatie te krijgen. In het buitenland zie je ook nog heel veel geveldoorvoeren. Maar een geveldoorvoer, dat is een oplossing. Dat is niet altijd het meest gunstige. Dat is het enige. Ja. Helemaal goed. Als u overstapt, dan heeft u kennis nodig. Dat is helder. Daarom kijkt u ook naar dit webinar. Daar hebben we een afloop heeft. U krijgt nog een aantal hele interessante documenten. Wouter, hoe heb jij met jouw mensen, jezelf en jouw mensen, hoe heb jij dat georganiseerd om te zorgen dat jullie op een veilige manier met rookgasafvoer omspringen? Ik heb eerst, ik denk wat iedereen wel doet, op internet zoeken. Maar ik vond toch niet precies wat ik vond. Wat ik zelf ook merkte bij mijn jongens. Is dat je kan ze wel een document geven, maar dat willen ze niet altijd lezen. Is dat ik dacht, ik ga ze gewoon op zoek naar een leverancier voor rookgasproblematiek. Ik heb ook UNETV niet benaderd, maar die gaf helaas die gaf weinig thuis. Een andere rookgasleverancier benaderd. En toen kwam ik bij Ubbing terecht en kreeg ik jouw link aan de telefoon. Ik zeg, ik ben een klein installatiebedrijf uit Amsterdam. Ik denk dat we het heel goed doen, maar voor mijn gevoel kunnen we het nog beter doen. En toen zei ik, ik ga jullie jongens scholing geven. En dat zijn we toevallig, het is niet zo toeval, omdat het allemaal, partners van mijn bedrijf, bij Renza gezeten. Gewoon 's morgens 8 uur zijn we begonnen en volgens mij stonden we 9 uur al buiten. Heeft hij het concentrisch uitgelegd. En die jongens, die voelen dan meteen zo'n beugel concentrisch. Je ziet hem 1 keer zagen en die zijn dat zijn toch jongens die met handen werken. Die zijn om en dat is gewoon heel belangrijk. En als je het niet weet, vraag het gewoon niet. Het is niet erg om iets te vragen aan een Renza of een Ubbing of aan een mede-installateur. Ja, helemaal goed. Voorraad heb je al het een en ander over gezegd. Misschien ook over rookgasafvoer. Dat is eigenlijk naast de ketels natuurlijk op concentrisch, standaard op concentrisch. Hebben wij onze rookgasafvoermaterialen, de concentrische materialen, ook op voorraad, zowel op DC-niveau als op balieniveau. Ik wil niet zeggen dat we alle types op de balie hebben liggen, maar het meest voorkomende materiaal, dat ligt eigenlijk op de balies. Ja, dat is absoluut zo. Ik denk dat het laatste half jaar zijn er grote stappen gemaakt. Het eerste greep echt vaak mis. Maar later ligt altijd wel iets op voorraad. Ja. Ik heb nog een vraag voor Wouter. Mag een installateur de gaskraan dichtdraaien als de rookgasafvoer niet in orde is? Nou, mag je het, dat weet ik niet, maar doe je het? We doen het wel, maar iemand kan natuurlijk ook gewoon weer de kraan opendraaien. Ja. Het enige wat ik vaak wel doe, en dat is meer zeggen om mijn verantwoordelijkheden te verleggen, is dat je zodra je dan thuis bent toch een e-mail stuurt naar die klant van: goh, ik heb dit en dit geconstateerd. Ik heb de gaskraan dichtgedraaid, het is heel gevaarlijk. Volledig je eigen risico, maar uiteindelijk we zijn geen liander die het gas eraf kunnen halen. Als iemand gevaarlijke dingen wil doen, dan kan je hem alleen overtuigen van: doe het niet. Er kunnen doden vallen of gewonden of je kan het ziekenhuis belonen.
We doen het wel eens, of een stekker uit een ketel. Afknippen is nog nooit gebeurd, maar dat hangt misschien ook van mijn klanten af. Maar ik zou het wel doen. Ja, mijn jongens raad ik het ook aan. En anders bellen we onderling altijd naar elkaar. En om een oplossing te doen, of er komt nog één monteur bij, of ik fiets naar de klant om het nogmaals uit te leggen. Maar ik denk wel, als je dat doet voor de veiligheid, dat je dus, je hebt veel meer uren nodig om je cv-ketel aan te leggen in je rookgas. Dus dat je prijs moet ook omhoog, want het is natuurlijk eigenlijk altijd al in installatie een enorme prijsvechtersmarkt geweest voor het goedkoopste keteltje. Iedereen geeft de marge die hij bij de groothandel krijgt, geeft hij gewoon weg aan de consument. Ja, dan kan dat niet. Dus je moet denk ik ook je bedrijfsmodel iets gaan aanpassen en gaan voor veiligheid en service en niet voor prijs, want dat win je nooit. Dat win je niet. Nee, helemaal helder. We hebben ook nog een vraag binnengekregen over parkeren. Parkeren mag niet volgens mij, Link, Nick? Nee. Helemaal niet? Bij sommige materialen, bij concentrisch wel. Niet bij het materiaal van de Ubik in ieder geval. Absoluut geen schroeven gebruiken. Dat komt nog uit de dunwandige aluminium tijd bij de gijzers. Tegenwoordig heb je beugels om de boel op zijn plek te houden. Zodra je gaat parkeren is vaak een ander materiaal. Reageert op het zuur in het condens. Zet uit, roest, maakt eigenlijk grotere gaten. En dat staat ook heel duidelijk in de voorschriften dat je je rookgasbuizen mechanisch niet mag beschadigen. Dus dat is gewoon een heel simpel voorschrift. Dus doe dat geen parkers. Dat is niet meer van deze tijd. Dat kan ook absoluut niet. Dus, hoe zit überhaupt, wat zijn de trends in materiaalgebruik als je praat tussen aluminium, RVS en kunststof? Hoe in beweging, hoe kunststof, zit in kunststof heeft aardig de overhand gekregen. Aluminium is heel lang gewoon de grootste geweest natuurlijk. Alleen aluminium kan eigenlijk relatief niet heel erg goed meer tegen het condens wat er tegenwoordig ontstaat bij het verbranden van gas. Die moderne HR-ketels die condenseren steeds meer. En je hebt het liefst dat condens ontstaat zeg maar in de ketels zelf, want dan heb je er meest profijt van. Maar als ze wat hoger stoken, dan condenseren ze verschrikkelijk in de rookgasafvoerbuizen. Aluminium is ook moeilijk te verwerken, dus wij zien heel veel kunststof. RVS kom je nog af en toe wel wat tegen. Er zijn heel lang ketelfabrikanten geweest die hebben RVS voorgeschreven. Maar ja, kunststof is eigenlijk gewoon hetzelfde qua weerstand tegen corrosie als RVS. Misschien nog wel beter. Het enige verschil is met kunststof, het zet wat meer uit. Maar daar hou je ook rekening mee dat je met je beugelen en met in elkaar zetten. Dus, ja, dat is een kwestie van de fabrikantenvoorschriften. Ja. Goed, eigen maken. Helemaal goed. Ga je even kijken of er nog kijkersvragen zijn. Ja, op dit moment is mijn schermpje leeg. Wouter, wat zou jij je collega's zeggen die nog niet overtuigd zijn van dit verhaal? Kijk nog een keer naar dit webinar, denk ik dan. Ik zou zeggen, probeer het een keer. Het is denk ik echt ook in Amsterdam of in Nederland gaat geheid de voorkeursmanier worden. Organiseer een meeting met je gewoon je collega's die het werk doen. Laat ze het voelen. Volg een training. Ja, er is eigenlijk geen reden om het niet te doen. Denk daar wel bij, zeg dat is meer voor de eigenaren van de installatiebedrijven. Is kies bijvoorbeeld aan wij spreken voor één leverancier. Of het nou Ubink is of Burgerhout of wie dan ook. Dat je gewoon wel kritisch naar je voorraad kijkt. Het blijft natuurlijk gaan om het geld en de liquiditeit. Kies gewoon voor één merk. Misschien maar één maat, 100 bij 60 of 150 bij 80. Maar haal daar ook voordelen uit. Mm-hmm. Leg ook niet alles zelf op voorraad in je eigen. Werkplaats. Renza en alle andere groothandel hebben het ook op voorraad. Ja. Halen daar. Dus ga daar slim mee om. Kijk er eens een keer met een frisse manier naar. Ja, maar dat is wel de stadsgedachte natuurlijk. Hè. Je wil hier, als je in de stad zit, heb je alles dichtbij. Ja, ik kom zelf op het platteland af. De dichtstbijzijnde groothandel van mij is 40 kilometer rijden. Ja, dat is. Dat dus is het, voorraden is het blijft een lastig ding. Maar dat is inderdaad in de stad is het heel makkelijk. Ja, maar kies dan voor één leverancier. Ja. Ga niet alles mengen en ook met een RVS. Dat kan ook niet. Dat mag ook niet. Ja, dat gaat je echt wel besparen. Maar ja, er is eigenlijk geen reden om het niet te doen in de voorkeurspositie. Kijk op internet voor filmpjes en voor vragen. Contacten, groothandel en dergelijke.
Ja, we hebben zo dadelijk na afsluiting krijgt u de mogelijkheid om even een button aan te klikken om inderdaad eventueel een training te volgen op dit vlak. We hebben nog een aantal andere documenten voor u klaarstaan. Dat is onder meer een stappenplan dat door Renza is samengesteld, waarmee u eigenlijk een handout heeft om deze materie helemaal eigen te maken. U krijgt ook nog een whitepaper van Ubbink, waarin het verhaal over concentrisch en over de systemen die zij hebben nog even feilloos uitgelegd gaan worden. Met betrekking tot die erkenningsregeling, daar zal de komende maand, ik verwacht dat daar wel wat bekend over gaat worden. Ik zou haast zeggen, hou installatie.nl in de gaten, daar gaan we daar zeker over berichten. Op deze site vindt u ook de FAQ's met betrekking tot die erkenningsregeling. Daar vindt u in ieder geval alles wat tot dusver bekend is en dat gaan we ook op de voet volgen, dus hou dat ook in de gaten. Rest mij om u te bedanken in ieder geval voor het kijken. U ziet nu de buttons in beeld waarbij u aan kunt geven of u de downloads wilt ontvangen. En daar zit ook de trainingen bij, heel goed. U kunt dit aanklikken. Na afloop krijgt u nog even een enquête om dit webinar te beoordelen. En ik wil u ook van harte aanmoedigen om dit webinar nog even op een later moment even terug te kijken. En doe dit vooral ook met uw monteurs of met uw collega's. En beveel dit ook van harte aan bij bedrijven die met deze materie te maken hebben. Ik wil bedanken de gasten aan tafel, Luc, Nick en Wouter. Dank je wel voor jullie tijd, voor jullie inzet. En ik wens u vanaf deze plek nog een hele fijne dag en veel succes met het opleveren van heel veel veilige rookgasafvoeren. Tot ziens.